Patrick en Jos, de laatste dag van de ijsbaan. Maar hoeveel dagen heb je ze geteld? Ja, volgens mij 54. 54 dagen. We zijn 22 november begonnen met opbouwen en 22 januari moeten we weg zijn. Dus dat is... Nou ja, dat is eigenlijk gewoon 2 maanden. Ja. En wat zijn jullie indrukken geweest van, ik heb jullie zien timmeren, huisjes waren weer weg. Hoe is het geweest? Druk! Ja, druk! Het is heel druk geweest. Ja, dus, veel druk. Je was drukker dan voorgaande jaren? Of, ja, meer bezoekersgat dan voorgaande jaren. Ja, ja, ja. Maar dat is zonder de extra week nog meegeteld, zeg maar. Dus het is wel druk geweest ander jaar. En vooral in de kerstvakantie. Maar nu heeft iedereen dat wel gemerkt, heeft, was het echt mega druk. Ja, dus, ja, en die laatste week overdag, ja, dat is toch alleen de woensdagmiddag en zo. Ja, we zaten de laatste week nog wel helemaal vol met schoolschaatsen. Dat wel. Dus we hadden het gewoon, overdag was het ook druk en dan ben je een beetje afhankelijk van het weer. Dat was van de week niet echt top, zeg maar. Dus dat is, ja, nu, dit weekend is het weer helemaal goed. Dus wat dat betreft, overal is het gewoon helemaal prima. Dus het was een mooie winterstand. Maar natuurlijk een kritische noot, maar ook wel een keer de huisjes waar jullie heel veel moeite voor hebben gedaan, die 8. En de kleine wintermarkt, dat was een beetje een raar gebeuren. Maar het was geen succes. Er zijn meerdere factoren. Dat een aantal standhouders die op het laatste moment afzeggen. En weet je wat het ook gewoon wat leuker moeten maken. Kerstboompje erbij, tafeltjes erbij en zo. Dus dat is een leermoment voor volgend jaar. Maar jij hebt die huisjes weer netjes afgebroken, Jos. En die staan weer ergens in opslag? Of, Ja. Ja, maar jij blijft altijd met timmeren zo. En jij gaat het ook weer afbreken. Ja, straks, tenminste morgen, dan gaan we de echte ijsbaan helemaal weghalen. Maar gaat zo meteen al door. En dan doen we eerst. We zijn sinds gisteren eigenlijk alle grote dingen al terug aan het brengen naar de loods. Dat scheelt al voor het vervoer. Nou, oké. Okay. Dan en gaan jullie volgend jaar weer dingen anders doen of is het altijd. Gewoon... Altijd. Ja? Altijd, ja. Altijd. We hebben wel wat plannen weer, maar we willen wel wat dingen anders doen. Maar de radio erbij was bijvoorbeeld ook leuk, hè? Dat was vorig jaar niet, maar dat was toch wel een succes? Nee, met 2FM, dat versterkt elkaar wel. Dus, en er is levendigheid en er gebeurt van alles. Dus dat soort dingen zijn gewoon belangrijk. Ja. Dus, nou, dan rest mij niks anders dan jullie te bedanken voor jullie inzet en het hele de rest van het team. En tot volgend jaar, heren. Dank jullie wel. Ja, we zullen er weer zijn, hè. Nou, heel fijn. Hey, hoi. Hoi.